Maar ik ga niet overal naartoe lopen, anders ben ik net Anton Huikboer. Hoezo? Ben je het zo druk dan, met je vrouwen? Wat? Nee, joh. Nee? Ook niks? Nee, joh, dat is geen donder, joh. Dus... Oh, dat is heel een ander meisje, Anne-Marie, joh. Ja. Die kan plan komen af te doen, zo even buurt. Maar je hebt er gewoon heel druk mee, Casanova. Ja, maar God, weet je wist, Chris? Of was? Ja, was, zeg ik, joh. Het is leuk, dus schoon, maar je weet op, maar... Achter wil je even een bak koffie en dan neer. Godverdomme, het donder is op, kan ik afgewassen. Moet wachten. He? En ik zag een fles en die donder ik weg, is die leeg. Oh, dus je mee nog wel even visite dan? Ja, dat is een leuke meid is dat ook. Ja? Die is ook al 80. Oh, maar dat is middelbare leeftijd. Die, middelbare en, leeftijd. Dat was een dochter van Piet. Van Piet had hij ons. Die had je vroeger twee afgekocht Frans en Piet. Ja, dat vond ze zo leuk. Dan ben je de volgende week geleden. Ja, van de week komt ben ik er niet. Chris wil hier altijd bij me. Chris, jij druk bent, die vrouw die al getrouwd straks. Ook een eind. Maar, een hufte die Johanna, dan zit ik met het vrouwtje aan het tafeltje. Ja. Dan zit ik erin. Schroef eens net om. Komt die hoopje zitten. Ja. Knurft. Dat is toch ook niet goed. Ik zeg, wat ik. Dit is ook gestoord, hè? Ja. En die komt binnen en die een bak koffie voor zijn mond. En hoe werd dat die bak koffie nog gevuld? Doet hij, ik denk dat hij er een hele dag moet doen, een bak koffie. Dat is wel zuinig. Ja, ik ben bedoeld dat die helpt genoeg. Ja? En ik had een pilsje gedronken bij Chris. En na een koffie had hij steeds die koffie ook afgeruimd. Ik ben een beetje bedoeld dat je toch gezopen bent. Dus het schiet niet op. Nee. Maar je hebt wel weer een mooie tv erbij. Wat? Mooie tv? Ja, moet er een ander in zitten, vind ik zonde. Ja, dat is zonde, ja. Nee. Maar je kijkt... Een beeldje, en nu zit ik daar. Zit ik daar, dat is ook een beeld. Maar dan springen die katten op, maar hier kunnen die katten die biemen. En toen zit ik op mijn gemak even te kijken. Maar ik ken die feit tv aan, hoor. Een beetje Ajax. Ajax. PSV weer op zijn onderhoud. Ja, wordt ook niks. Ja. Het is niet meer zoals vroeger, hè? Nee, joh. Ik vind het heel erg zo. Ik kijk naar die voetbal, vind ik geen donder met hem. Nee? Nee, wat is dat? Nu moest ik kijken wat voor kapitaal er op dat veld staat. En wat kreeg je voor een smoel geschoteld? Vind je dat mooi voetbal? Godverdomme nog toe. We hebben spitsen erbij, man. Die moeten de doelpunten maken. Schud je over de naast heel trots. Of zou een bal willen geweest. En dan hebben ze een mooi ploegje, daar worden spelers verkocht. Nee? Ja. En de mannen die vullen al die zakken wel om. Ja, Johan Cruijff, ja. Het is gewoon slavenhandel. Ja. Gewoon slavenhandel. En wat kijk je dan verder nog? Boer zoekt vrouw of zo? Nee, we hebben zo'n beetje. Dat is een houdnoekje. Boer, dat is ook wel. En die hebben we nog bekeken, joh. Ja? Ja. Maar je volgt het niet? Nee, ik ben politiek. Daar kijk je niet naar. En wat dan wel? Kijk nergens. Ja, je kijkt toch wel. Zo, nee, absoluut niet. Nee? Nee, joh. En wat doe je dan s'avonds? Dan ga ik op de bank zitten en dan zegt, weet je wel, donderdag zo slaap. En dan word ik wakker en dan ga ik boven verder slaan. Dat is mijn leven. Ja. Godverdomme natuurlijk. Dat is een beetje katten. Nee, die katten wel, die ben altijd bij me. Hoe is het met die van jou, goed? Goed, hè? Ja. Dikke varken. En gisteren mijn vader en moeder waren ook vlug, hebben ze ingelekt ook. En ben je mijn vriend, want die had veel haast natuurlijk je moeder, hè. Mijn moeder heeft toch nooit haast? Weg, hè? Mijn moeder heeft toch nooit haast? Met wie? Mijn moeder die heeft toch nooit haast? Nee. Maar ja, die dingen echt uit mijn ogen. Onderweg klapte het, de batterij leeg. Nou, een paar boodschappen doen ze. Nee.